Meneer Bert-Jan Dokter van PvdA Burgerpartij Oldebroek. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Op 16 november, inmiddels dus precies een maand geleden, moesten we een paar keer in de ogen wrijven toen een lid van deze gemeenteraad, de heer Rick van der Beek van de SGP, op Twitter meldde dat vrouwen niet in de politiek horen. Om precies te zijn deelde hij een tweet van Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu over Tweede Kamerlid Atje Kuiken. De heer Van der Beek schreef daarbij dat blonde wichtje toont maar weer eens aan dat vrouwen niet in de politiek horen. Dat de heer Van der Beek een vrouwelijk Kamerlid dat blonde wichtje noemt, getuigt van een respectloze stijl die wij als collega's in deze raad niet van elkaar gewend zijn, maar dat laten we bij hem. Dat een beëdigd lid van deze gemeenteraad echter hardop stelt dat vrouwen niet in de politiek horen, vraagt om uitleg en debat. Want een lid van het gemeentebestuur ben je niet alleen als je in de raadzaal zit of in een raadsvergadering zit, maar 24 keer 7. Dan moet je verantwoording willen en durven afleggen voor wat je met zo'n controversieel standpunt gaat doen in jouw rol en je functie in de lokale democratie en het openbaar bestuur. Alle die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Deze twee zinnen zullen u niet onbekend in de oren klinken, want het zijn de tekst en de intenties van artikel 1 van de Nederlandse grondwet. In zijn tweet, maar ook in de brief die vanavond voorligt, steekt de heer Van der Beek niet onder stoelen of banken dat het vrouwelijk geslacht niet thuis hoort in een ambt. Dat gaat zelfs nog een stap verder, want dat houdt in dat vrouwen als onwaardig worden gezien voor een functie als rechter, advocaat, politieagent, ambtenaar, minister, wethouder, gemeenteraadslid of burgemeester. Zoals de heer Van Beek zelfs in zijn schriftelijke en mislukte poging tot excuus stelt, een ambt vervullen is strikt aan mannen voorbehouden. Het raadslid neemt zijn woorden dus niet terug, hij onderschrijft ze nogmaals. Hij betreurt de ophef om zijn uitingen, maar staat feitelijk en principieel volkomen achter de uitspraak. Maar iemand mag toch zijn mening zeggen? Er is toch vrijheid van meningsuiting? Dat klopt. Houdt dat dan in dat we elkaar als lid van het openbaar bestuur of als medemens niet ter verantwoording mogen roepen voor controversiële of discriminerende uitspraken? Moeten wij dan zo'n uitspraak legitimeren door er de schouders bij op te halen? Of erover zwijgen? Nooit. De geschiedenis heeft ons al vaker geleerd wat er kan ontstaan als we geluiden van uitsluiting en discriminatie onbenoemd de vrije ruimte geven. We hadden het vanavond graag in een openbaar debat besproken met de heer Van der Beek, maar hij is echter niet aanwezig. Als fractievoorzitter van PvdA Burgerpartij Oldebroek heb ik op 16 november de nette weg gekozen om eerst persoonlijk het gesprek aan te gaan met de heer Van der Beek. Omdat we met elkaar afgesproken hebben dat we altijd eerst elkaar bevragen voordat we elkaar via publieke wegen aanvallen of veroordelen. En ook omdat ik niet een volksvertegenwoordiger wil zijn die gretig in reflex meeslaat op de polarisatietrommel. Want wat wij als volksvertegenwoordigers zeggen, dat doet ertoe. Het gaat over mensen en het raakt mensen. Het ligt om een weegschaal. Dat hebben we ook wel gemerkt aan de reacties op de tweet. Reacties die varieerden van verontwaardiging tot gewoon complete grofheid. Een schoolvoorbeeld van dat wat polarisatie wakker maakt in een samenleving. Juist daarom willen wij als PvdA Burgerpartij Oldebroek die uitspraak en deze brief van raadslid Van der Beek hier aan deze raadstafel, digitaal en in de openbaarheid, bespreken. Ondanks dat ik een betrokken en een open mailwisseling met de heer Van der Beek mocht onderhouden. Want ik heb niets persoonlijk tegen de heer Van der Beek. Echter heb ik daarbij meteen wel aangegeven dat die discussie net zo openbaar hoort als de gedane uitspraak in het publieke domein. De vrouwen en meisjes in onze samenleving en democratie verdienen onbetwiste gelijke kansen. Sterker nog, daar hebben zij onbetwist recht op. Daar is lang voor gestreden en die strijd is allesbehalve af. Daar zien we vanavond de getuigenis van. Vrouwen zijn nog steeds fors ondervertegenwoordigd in de politiek in Nederland. Op economisch vlak krijgen vrouwen minder kansen dan mannen. Ook zijn ze vaker het slachtoffer van geweld. Oorzaken zijn discriminatie en een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen. Die tekst staat pontificaal op een mensenrechtenpagina van de Nederlandse overheid. Tot in 1956 werden vrouwen als handelingsonbekwaam behandeld door de Nederlandse wetgeving. De wet handelingsonbekwaamheid, zoals die heette. Getrouwde vrouwen moesten hun man om geld en toestemming vragen als ze apparaten of kleding wilden kopen. De zogenaamde maritale macht,
Vrouwen konden geen verzekeringen afsluiten en geen geld van de bank halen. Vrouwen werden bij wet ontslagen uit overheidsfuncties op de dag van hun huwelijk. Tot tegen het begin van de jaren 70 werden in Nederland nog vrouwen in het onderwijs ontslagen zodra zij trouwden. Ongehuwde vrouwen werden door de Nederlandse wetgeving gezien als onvolkomen mens. Zoals ook PvdA-Kamerlid en alleenstaande vrouw Corrie ten Dello overkwam. Zij was het die in juni 56 zorgde voor de afschaffing van die twee wetten die vrouwen onbekwaam en onvolkomen mens bepaalden. Tot in 1971 stond nog in de wetboeken dat de man het hoofd van de echtvereniging was en de vrouw aan hem gehoorzaamheid was verschuldigd. In 1976 werd volledige gelijkwaardigheid tussen man en vrouw in het huwelijk pas voor het eerst per wet in Nederland herkend. En dat zijn geen feiten van uitgestorven generaties of honderden jaren geleden. Nee, dit was wetgeving van de Nederlandse overheid in mijn generatie en die van mijn ouders. En daar willen we nooit meer naar terug. Dat vrouwen en meisjes worden uitgesloten. Uitgesloten van deelname, van gelijkwaardigheid, zelfbeschikkingsrecht, opleidingskansen, economische kansen of het uitvoeren van een ambt. We hadden raadslid Van de Beek graag vragen gesteld. Vragen die niet beantwoord worden in dienstbrief aan deze gemeenteraad. Dus leggen we die vragen dan maar voor aan bijvoorbeeld de SGP-fractie. Als zij de overtuiging en het vrouwenstandpunt van hun fractiegenoot delen althans. Want dat weten we ook nog niet. Wat zou uw vrouwen- en onbekwaamheidsstandpunt en overtuiging betekenen voor de mogelijkheden en positie van vrouwen en meisjes als u de absolute meerderheid had in deze gemeenteraad? Vrouwelijke ambtenaren schrijven onze raadsvoorstellen, voorzien ons van specialistische inzichten op dossiers van ruimtelijke ordening, openbare veiligheid en al onze lokale overheidstaken. Beantwoorden onze technische vragen. Onze voorzitter en daadkrachtige burgemeester is een dame, net als de verdienstelijke wethouder van uw coalitiegenoot ChristenUnie. Onze gemeenteraad van 19 leden kent ook twee vrouwelijke gekozen volksvertegenwoordigers. Wat betekent uw uitgesproken overtuiging dat vrouwen niet in een ambt horen voor hen en hun posities? Wat is de boodschap die u wilt geven aan vrouwen en meisjes als zij de ambitie, overtuiging en idealen hebben om politiek actief te worden in de gemeente Oldebroek? Onderschrijft u artikel 1 van de Nederlandse grondwet en haar betekenis überhaupt? De mantel van de vrijheid van meningsuiting is geen wegwuivende dekmantel voor polariserende, discriminerende en kwetsende uitspraken. In het openbaar gedane uitspraken door een gekozen en beëdigd volksvertegenwoordiger, die doen ertoe. Die liggen op een gevoelige weegschaal. Wij als openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers spelen een onmiskenbare rol in het aanwakkeren van polarisatie en uitsluiting, of in het verbinden van een samenleving waarin gelijkwaardigheid ruimte biedt aan diversiteit en wederzijds respect ook nog eens bevordert. Voorzitter, wij als PvdA Burgerpartij Oldebroek zullen altijd opstaan als medemensen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook de schijn van uitsluiting treft. Dit is zo'n moment waarop wij moesten opstaan en ons moesten uitspreken. Vrouwen en mannen, meisjes en jongens hebben volstrekt gelijkwaardige rechten, kansen en mogelijkheden in Nederland en in Oldebroek. Daar zullen we altijd voor opkomen en strijden. Voorzitter, natuurlijk horen we graag hoe de andere fracties hierin staan. En ik sluit onze bijdrage af met een uitspraak van Margaret Thatcher. Het kan zijn dat het de haan is die kraait, maar het is de kip die de eieren legt.